Raymond Schultz, totaltraining.nl en welkom bij weer een nieuwe video. Als jij een fitnessoefening nog nooit hebt uitgevoerd, welke het ook is, als je een nieuwe fitnessoefening gaat doen, let dan heel goed op. Toen ik een jaar of 12 geleden begon met fitness, ik was toen 15 jaar, toen deed ik... Denk ik net zoals zoveel, deed ik zomaar wat in de sportschool. Aan de ene kant een goede bedoeling, omdat je wat aan je lichaam wilt veranderen, je hebt de discipline om te gaan. Dat is goed. Het nadeel is alleen dat je dingen verkeerd kan aanleren. En dat is waar deze video over gaat. Dat is gewoon verschrikkelijk zonde en verschrikkelijk jammer. Een van de oefeningen waar ik aan het begin heel erg moeite mee had, wat ik nu begrijp waarom dat ook zo is, is een dumbbell row. Ik heb hier voor mij een dumbbell liggen, die ga ik zo voordoen. Een dumbbell row. Het is zeker voor beginners lastig om je schouders en om de achterkant van je lichaam aan te spreken. En als we het over een dumbbell row hebben, die voerde ik aan het begin zo uit. Dit. Zoals je mij hier de dumbbell row ziet doen, iedereen ziet hopelijk dat dit niet goed is. Als je het niet ziet, blijf dan vooral kijken. Wat ik weer in een dumbbell row wil zien, dit wordt geen instructie voor de dumbbell row, maar dit wordt om mijn punt te versterken. Ik wil een rechte rug hebben. Ik wil mijn schouders laag hebben. Ik wil de hoek waarin ik de dumbbell trek goed hebben. Dus niet naar de borst, meer naar achter. Ik wil niet al te hard knijpen in mijn hand. Ik wil mijn duim eroverheen hebben. Ik wil dus zo min mogelijk bicep, tricep gaan gebruiken. Schouderblad naar achter en alle kracht uit je rug halen. Dat zijn zomaar 5 aandachtspunten die je goed in de gaten moet houden. En aan het begin, jaren geleden, toen ik dit deed... Wist ik nog niet dat je lichaam ongeveer 500 herhalingen nodig hebt. Sterker nog, ergens tussen 3 tot 500. Om een bewegingspatroon in je lichaam te stampen. Als jij 3 series van 15 doet, wat de meeste beginners doen. Dan zit je aan 45 herhalingen. Doe je dit 3 keer per week, dan zit je rond de 135 herhalingen. Dat zijn 135 herhalingen per week. Als wij 4 weken bezig zijn, nog geen maand, zit je dus... ruim over de 400, 500 herhalingen heen. Het is dus niet zo heel ingewikkeld om een oefening verkeerd aan te leren. Dat is waar ik iedereen in deze video vooral voor wil waarschuwen. Om een oefening te onleren kost je ongeveer 5000 herhalingen. Ik heb mijn rekenmachine erbij gepakt, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Het kost je 9 maanden om een oefening opnieuw aan te leren. Dat is 9 maanden een verkeerde progressie. 9 maanden kans... op een schouderblessure, op een elleboogblessure of noem er iets op. Als ik dit had geweten aan het begin, dan had ik 2 keer zoveel YouTube video's gekeken, dan had ik 2 keer zoveel boeken gelezen, dan had ik mezelf veel meer in verdiept. Je wil niet weten hoe lang ik erover heb gedaan om een fatsoenlijke deadlift te leren. Als jullie nu mijn video's bekijken, snappen jullie dat ik, zeker als powerlift instructeur, nu inmiddels weet hoe je moet deadliften. Alleen het was 12 jaar geleden absoluut niet het geval. En het is zo verschrikkelijk zonde. Het bespaart jullie zoveel tijd. Vond je dit een leuke video? Vond je het een interessante video? Neem dan een kijkje op mijn kanaal. Dan kun je ook abonneren. En zoek je een goed trainingsschema. Kijk dan op totalstrength.nl. Dit was Raymond Schultz. Totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.